Wij gaan door met een stukje muziek. Ik neem u graag mee naar het jaar 2009 in de studios van Omroep Venlo. Ontmoeten en elkaar daar elkaar een aantal muzikanten uit Venlo. Ze zingen daar een nummertje en denken bij zichzelf, dit moeten we vaker doen. Ze zijn daarmee op een gegeven ogenblik samengekomen. Ze noemen zich van de groep Van Herten en ze zingen het nummer dat ze toen ook bij lokale Omroep Venlo hebben gezongen. Zondag. Schommel Oet Venlo van Gelder. En dit is uw nieuwe CD Enigma. We gaan het er dadelijk in het tweede half uur even uitgebreid over. En tot zover de pauze voor ons voor vandaag. We gaan beginnen aan de tweede helft van Limburg vandaag. En dat doen we met onze artiest. Hij is de zanger van de groep Van Gelder, Bart Jansen. Welkom Bart. Laten we eens even beginnen met die naam Van Gelder. Want niemand heet Van Gelder bij jullie in de groep. Wie is die naam gekomen? De naam dat is gekomen. De Van Gelder is de stichter van Venlo. Ah. En die heet in 1500 ergens in die tijd het stadje Venlo gesticht. Ja, daar zat toen bandleden, toen vroegen een beetje volgend aan het kijken van god. Ja, ik weet niet meer welke titel. Stil ze nog even aan het publiek voor, wil ze? Op basgitaar is Chris Tenu. Mm-hmm. Op de akoestische gitaar hebben we Mark Vraag. Op de drums zit Tommy Schoeren. En dan missen we er eigenlijk nog een, dat is Luc Vossen op de toetsen. De was helaas verhinderd in mijn zwerk. Mag ik in het live zingen zongen zien inbrengen? Dat is me al gebleken in de eerste helft. Even terug naar de tijd. 2009 heb je elkaar leren kennen bij Omroep Venlo. En daarna dacht je bij jezelf veel motten samen gaat gaan doen. Wie is dat gegaan? Chris, onze basgitarist, hij had met masterclasses bij de plaatselijke vastloosvereniging meegedaan. Als teksten, helpen met teksten te schrijven en dergelijke, met jeugdige talenten.
En de hit was eigenlijk feitelijk bij elkaar gebracht. De hit heeft jonge muzikanten gezocht, heeft het begeleid vanaf april vorig jaar, waar dat meen ik. En zo is dat een beetje ontstaan, ja. Ja, dan groeit dat op een gegeven ogenblik. En op 4 september, ik hou hem even zo, is er dan de eerste CD-presentatie. Dat is, dat een belangrijk hoogtepunt voor een beginnende band? Ja, dat sowieso. Omdat we de korte tijd die we eigenlijk achter de rug hebben van april vorig jaar tot nu, is toch 8 nummers op een CD kind zetten. Dat is wel knap en dat zijn ook allemaal eigen nummers. Dus, Ja, want er is geen wel covers. Het is helemaal puur van u, uit Venlo. Alles van onszelf, joh. Maar er is ook wel aardig druk achter om het klaar te krijgen. Ja. Ja. Nu is het vaak zo dat we veel meer beginnende bands natuurlijk hebben. En je hebt altijd de neiging of covers te gaan spelen of het Engels. Je kiest heel bewust voor het Limburgs. Dat klopt. Is dat omdat je hart dat uitstrolt of denkt, nou, dat kan ik straks commercieel goed verkopen? Nou, commercieel kunnen ze denk ik alleen hier in Limburg verkopen. Uh-huh. Maar je kiest er wel bewust voor. Ja, we hebben bewust gekozen om eigen nummers te schrijven. Omdat ze eigenlijk een eigen sound wil creëren. Daar hebben ze, voorheen had ze niet laten zien hoe gestopt bijvoorbeeld. Daar liggen best wel kansen om zich te laten huren. En coverbands die zien er op zich al genoeg. Ja. Nu gaan we ook live nog eens even aanschouwen, maar je kan ook live gewoon volgen, want je gaat optreden bij de Nacht van het Limburgse Leed. Wanneer is dat? Aankomende zaterdag spelen we inderdaad op de Nacht van het Limburgse Leed. Vanaf 12 uur. Tot heel Limburg wil toch, hè? Dus we moeten om 12 uur, waar moeten we zijn? In Café de Locomotief. Dan spelen we vanaf 12 uur tot een uur of half drie uur, zo'n beetje, denk ik. Oké, okay, heel Limburg is goed genoeg. We krijgen een rondje van dicht, hè? Ja. Oké, okay, als we allemaal komen. Goed, bedankt. Ik word goed nodig om dicht even bij de groep te voegen. Goed zo. Want we gaan loesteren namelijk naar het volgende nummer. Deze mag ze inleveren. Ik zou zeggen, god, hij kan doet. We gaan namelijk deze tijd ook ongetwijfeld op de CD van Gelder. Dames en heren, bijzondere nummer. Was Limburg? Daar zit je. Het hele bijzondere nummer. En het staat op nummer 4 op de CD. Vergeef mij. Precies wanneer het was, ik zoek nog geen gevoren, waar kijkt u bij de Maas? In de zon of in de regen, nu kieken over het weer, lang hoe het gras gelegen, ik ben niet toch zo geer, toch zo geer. Op de helft van die leven, kijk het sneller dan verwacht. Niet alles gegeven, voor ik u verdaag. Wie gebleven wie ik ben, die het is stilgestoord. Altijd om in de zin, niet mijn eigen weggegooid. Vergeef me. Nog steeds dat jongske ben. Vergeef me. Oh, vergeef me. Vergeef me dat ik nog altijd een oude ben. Leef je eigen leven, wie ze dingste moet te doen. Zoals het tegoed is gegeven, dan blijf ze stevig stoor in dienst goor. Oh, vergeef me. Vergeef me. Vergeef me dat ik nog steeds dat jongske ben. Gewoon nog heel erg veel van ze horen. Dat was de groep van Gelder met nummer 5 mee te vingen op de nieuwe CD Enigma.